Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Onze Noordzee die zit vol met lekkere krabben. Kleine, grote, dikke, dunne, mannetjes, vrouwtjes, voor ieder wat wils. Maar ik vraag me af, hoe begin je daar nu aan zo'n krab? Cornelis, hier liggen ze dan. Twee Noordzeekrabben. Dat is ook het leuke aan die Noordzeekrabben, is dat ze echt levend binnenkomen. Dat is niet diepgevroren, dat is niet op voorhand ingepakt. En Gille maakt dat klaar voor de mensen. En wij koken ze op maat. Ik heb er twee voor u voorbereid. Manneke, vrouw. Misschien zie je al een verschil. Ik zou zeggen, die is iets groter. Dat is een manneke, denk ik. Wel, eigenlijk zei de mis. Want als we de poten gaan vergelijken, de mannetjes hebben veel uitgesprokener grote poten. Mm-hmm. En daar zit het vlees in. En de vrouwtjes die hebben wat kleinere pootjes, maar die hebben van binnen de koraal en de lever. En dat geeft smaak. Als je het verschil rap wilt herkennen tussen een mannetje en een vrouwtje, dan kunnen we ze eigenlijk omdraaien. En dan zie je direct dat een mannetje heeft hier eigenlijk niet veel. Maar een vrouwtje is eigenlijk voorbereid om hier miljoenen eitjes in te dragen tot als de larven worden. En dan laat ze dat daaruit vrij. Een vis dat kunnen fileren, vlees ontbenen, groenten schillen. Een krab, wat wordt daarmee gedaan? Een krab gaan we pluizen. Ik ga ze voor u kraken en jij gaat ze mogen uitpluizen. Nee, dat is hard, jong. Dat is redelijk stevig. Voilà. En met uw haakje ga je hier nog allemaal vlees in terugvinden. Eigenlijk, hè, zou je gewoon zo'n krab moeten kopen voor hun tv. Dan kun je zo'n stukje eten. Is kei lekker. En het kan zeker. Het is ook helemaal niet duur. Het is een stuk goedkoper als kreeft. Ja, minstens even lekker. Allee, toch? Het is super intens van smaak. Maar het is niet gemakkelijk, hoor. Kijk hoe weinig vlees je daar telkens uit haalt. Het is bijna niks. Het is echt wel monnikenwerk. Ja, Cornel. Zo werk, skinne man. Plezant, hè? Maar lekker. Hey. Ja, super lekker. Maar ik heb nu even al opgegeten voordat het op tafel ligt.